Mooi spiezen gaan wij kijken naar JJ Ruijs van Gano. Kijken naar Brent de Keijzer die daar op 1-2 zit. En maar we nemen ook mee Koen de Gerritsen natuurlijk. En we dachten van Westloot de Visser. Dat zijn de mannen die ik daar vooraan verwacht. Maar goed, er zijn natuurlijk meer kempaan in de race. Dat is nog Stijn de Groot. Zit daar gewoon tussen hoor. Die zit daar gewoon tussen op die vierde plek. Die vierde plek die aanklaagt. Of zal er daar iets gaan veranderen. Ruijs lijkt in ieder geval vrij. De Keijzer lijkt in ieder geval vrij. En de 1-2 plaat lijkt ook vrij te zijn. Dan komt daar die aanvaller van die 919 van Job van Gekkel. Kan dan die 116 naartoe geven of gaat er een aanval? Ze komen in 3-4. Het is nog niet gedaan. De jury kan een papiertje bij de hand houden. Want het gaat spannend worden. Ik ga er niets van zeggen. Alleen dat JJ Ruijs, nummer 1 was, die hier vindt.